Goedenavond. Op tal van scholen in de provincie circuleren filmpjes waarin is te zien hoe jonge meisjes seksuele handelingen verrichten. Meisjes van rond de 13. Een van die meisjes is een brugklasser van het Pius X College in Bladel. De ouders hebben aangifte gedaan. Bij veel filmpjes is niet te achterhalen waar ze vandaan komen en wie erop staan. Ze worden verspreid via WhatsApp. Ook op het Strabrecht College in Gelderop doken vorige week 3 seksfilmpjes op met jonge meisjes. Veel scholen hebben inmiddels de ouders laten weten dat er op hun school seksfilmpjes worden verspreid. En op de redactie staat collega Saskia van Heijster. Saskia, ja, natuurlijk laten we niet zien wat er op de... Laten we dat filmpje zelf natuurlijk niet zien van dat meisje. Maar jij hebt het wel gezien. Beschrijf die inhoud eens. Ja, het is echt wel een naar filmpje om te zien, vond ik. Je ziet daarin dat zij zichzelf filmt terwijl ze zich uitkleedt en zichzelf bevredigt. En aan het eind richt ze zich nog een keer tot die camera en dan zegt ze: ik hou van jou. En ja, het is duidelijk een filmpje wat zij, denk ik, voor haar vriendje heeft opgenomen. Ik vond het persoonlijk best schokkend om te zien, zo'n heel jong meisje. We zijn vanmiddag naar het Pius X College, waar dit meisje dus op zit, daar zijn we naartoe geweest. En we hebben daar leerlingen gesproken en die reageren eigenlijk best hard erop. Wat dacht jij toen je het filmpje zag? Ik dacht, wat is dat voor een raar kind? En waarom doe je dat? Je hebt je alleen je eigen ermee, hoor. Je hebt je eigen ermee, zeg je. Waarom? Omdat je alleen maar raar wordt aangekeken en allemaal dingen over wordt gezegd en zo. Heb jij hem ook gezien? Ja, dat is, daar staat ze eigenlijk uit te kleden een beetje wel. Dus... Wat dachten jullie toen? Ja, dat eigenlijk niet normaal is. Dat hoort eigenlijk niet. Ja, ik vind het eigenlijk wel heel erg dat sommige meisjes dat doen. Want ja, ik snap niet dat ze daar dan aan denken om dat te doen en dan meteen door te sturen. En dan wordt het eigenlijk meteen doorgestuurd via heel de school. Ja, je kunt ook wel zeggen dat het erg naïef is, hè, om zo'n filmpje op het net te zetten. Ja, maar je moet zo zien, kijk, wij zijn volwassenen en wij vinden dat dan inderdaad naïef. Maar dit zijn hele kwetsbare jonge kinderen, jonge jongeren, die in een leeftijd zitten waarin ze zichzelf ook seksueel aan het ontdekken zijn. En het blijkt uit onderzoek van de Rutgers Stichting dat toch 7% van die 11 tot 17-jarigen wel eens zo'n filmpje maken en op internet zetten, met alle gevolgen van dien. Ja, want als het eenmaal op het internet staat, dan richt dat enorm veel schade aan. Ja, dat kan je wel zeggen, want dit is ook niet het enige filmpje, hè, wat er circuleert. Er zijn meerdere van dit soort filmpjes die eigenlijk door heel Nederland gaan. Dat verspreidt zich echt in no time als een soort olievlek. We waren vanmiddag ook bij het Strabrecht College in Gelderop. Daar is ook zo'n filmpje, of zelfs een paar filmpjes die daar rondgaan. En toen de rector daarvan lucht kreeg, hij hoorde dat via ouders, toen heeft hij direct aan de ouders een brief gestuurd. Nou, we vragen eigenlijk heel simpel om met hun kinderen hierover in gesprek te gaan. En om ze te wijzen, nogmaals te wijzen, want het is natuurlijk bekend, op de gevaren van dit soort social media. Maar ja, het zijn ook kinderen die opgroeien in de puberteit. En dan gaat er wel eens wat mis. Er wordt wel al jarenlang op scholen ook voorlichting gegeven over het gebruik van social media. Hebben die lessen dan helemaal geen effect? Ja, er wordt wel wat voorlichting gegeven, maar toch nog vaak heel sporadisch. Er zijn maar weinig scholen die het echt in hun lessenpakket hebben opgenomen. Vanmiddag was ik in Oorschot op het Kempenhorst College en daar hebben ze dat wel gedaan. Daar zit het echt in het lespakket. Een wet die verbiedt het om kinderporno te bezitten en te verspreiden. Maar zijn er nog meer wetten die je kent die misschien op het internet gelden? Hacken, ja, dat is gewoon inbreken. Je breekt in op iemands computer en dat zorgt ervoor dat jij een wet overtreedt. De brugklas van het Kempenhorst College heeft les over regels die gelden op het internet. De school vindt het belangrijk om kinderen zo vroeg mogelijk ook daarin te onderwijzen. Het is heel belangrijk dat de leerlingen zelf school zelf sturen, dat ze zelf de verantwoordelijkheid kunnen nemen. En dat proberen wij te doen. Ze bewust maken van de gevaren en de risico's die ze lopen. En dat is iets wat nog te weinig scholen doen, vindt mediawatcher Jan-Willem Alfenaar. Het punt is, die ontwikkelingen gaan zo snel dat niet alle leraren en schoolleiding weten wat de mogelijkheden zijn. En kinderen pakken die zaken veel sneller op. Want ook in de brugklas hebben de meeste kinderen al ervaring met social media. Chat graag met vriendinnen en ja, zo hou je ook contact met je vriendinnen. Heb je zelf wel eens een keer iets op je mobiele telefoon gekregen waarvan je dacht van Ja. Ook allemaal van die grappige filmpjes die dan mensen die een keer maken en dan komen die door heel het Nederland rond.
terwijl ze dat eigenlijk helemaal niet hadden bedacht. Ja, een beetje pesten dus. Ja. En zo'n filmpje doorsturen is gewoon strafbaar. Als jij het filmpje ongevraagd krijgt en niet weet wat het is en je opent dat, ja, dan is het heel moeilijk om daar straf voor te geven. Echter, je bent wel verplicht om daar aangifte van te doen. Ja. En zeker om het niet door te gaan sturen. Dat is absoluut strafbaar. En dat is bij sommige leerlingen op het Kempenhorst ook nog niet bekend. Daar schrok ik ook wel van. Hoezo? Hoezo is dat straf? Ja, maar ik verwijder het als ik het heb doorgestuurd. Ja, dan is het kwaad al geschied. En dat geeft maar weer aan hoe belangrijk die social media lessen zijn. En tot zover onze berichtgeving over de seksfilmpjes op de middelbare scholen in Brabant.